mij de papier. Ja. Ik ga alleen Roblox spelen, want ik heb iets gemaakt. Dus alsjeblieft. Ik heb iets heel moois gemaakt. Staat die box nou aan? Ik vraag maar, hou je het? Ja, het staat aan natuurlijk. Maar wat ik nu heb vandaag is. Links afslaan naar Banoniebaan. Soms zegt dat ding ook niet, soms iets. Dus ja, ik heb iets gebouwd. Meter. Rechts aanhouden richting Eindhoven, Sertogenbosch, ja. Voorle, Turnhout. Dus, wat we nu gaan doen is, ik ga de karakter klikken. Mm-hmm. We hebben de karakter. Dus, wat wij nu gaan doen is, wat wij, wat staat het nou? Wacht even, ik moet even de naam schrijven van de persoon, personage. Oké, wat we nu meter gaan doen is rechts aanhouden. Dat wij Lorenzo Fox gaan schrijven. Lorenzo. Onder. Ah, dit is trouwens mijn eerste episode. Rechts klik de belletje onder. Eindhoven, Sertogenbosch, Goorle, Turnhout. Wacht even dat ding. Ja, die zegt altijd iets. Maar ik moet ook gewoon door haar dan moet praten. Maar. Eerst moet je een duimpje of een belletje klikken en dan is alles oké. Okay. Over 2,1 kilometer. Nou. Ga rechtdoor naar Turnhoutse baan. Nou gaan we iets zoeken waar onderstreepjes. Onderstreepje. Hoe doe je nou onderstreepje? Even kijken hoor, onderstreepje. Ik heb onderstreepje nodig. Wat de moeder is dat hier helemaal hier een onderstreepje zit. Dus dan is het echt niet chill. Zo. Boom. Nu zie ik Lorenzo Fox. Ja, hallo. Hier is die. Hier is Lorenzo Fox. Wat hij heeft gezien, heeft hij allemaal op liften. Heeft gemaakt. Dus, deze moeten we goed zetten. En deze moeten we even goed zetten. En hij heeft 1 jaar gespeeld. Wie? Oh, mooi. Deze ook nog. Wat? Nee, ik heb nog iets. Wacht. Heeft hij nog meer iets gedaan? Ja, deze. Oké. We gaan eerst beginnen met deze lift video. Oké, dan gaan we deze lift kijken. Trouwens, wist je dat je met een German lift een andere lift kan bouwen? Ja, dat kan. Zo weet je, maar ja. Oh. Over 300 meter. Ga rechtdoor. Oké. Gaan deze lift. Naar boven met deze epic motor. Epic motor. Nou, kijk gewoon naar hem die gaat. Hoe snel is het? Ga rechtdoor naar Turnhoutse baan. Dat is kerstkracht. Zo, we hebben de kerstkracht. We gaan niet in deze lift. Over 3,3 kilometer.
op de rotonde, ga rechtdoor. Zo. Gaan we nu naar boven. Zo, deur dicht. Echt serieus. Zo, oh, het is lift. Is het een andere? Boven. Ga rechtdoor. En dan ga je dinsdag ga je ook niet, hè? Naar IJT, dat weet je nou, hè? Ja, weet ik. Maar nu ga je deze plek dus. Naar IJT, een beetje opzinnen. Ja. Dan gaan wij lekker. Ik heb nog een voor naar een... Kijk, die lift doet het gewoon. Oké, papa. Mooi, man. We kunnen naar een safari park. In België. Ja. Zo, is dat leuk? Ja. Deze.
door gedurende 11 minuten tot aan N118 Moleinde. Uitgevonden. Oh ja, maar één, je snapt het. Jij kwam in die paal en dan ging die in die paal, ging met die paal ging je naar boven toe. Hoe doe je dat dan? Hè? Je hebt wel één met zo'n paal. Ja. Dan ga je op die paal staan en dan gaat hij naar boven. Ja. En ik wil proberen toch, maar lukt mij niet. Ja, je moet er, het werkt wel. Maar papa, deze lift, ken je deze lift nog? Maar die hebben hem aangepast, kijk nou! Die heb je helemaal mooi gemaakt, met steken. Nee, daarboven niet, alleen deze. Oh, dat is wel mooi. Het is een Otis. Deze kan alleen tot 2. Een Otis. Ik heb wat veranderd, hè. Kijk dan. Nou, we gaan... Epic motor heeft deze. Ik ga nu naar 5. Epic motor. Kijk. Ik ga naar boven. Heel moeilijk te maken. Nou werkt de lift niet meer, omdat sommige soms werkt er niet. Dus hij, kan, hij werkt wel op 1 en 2. Dat werkt dan niet op deze lift. Deze doet het wel. Dit werkt wel, deze lift. Die gaat wel zeker naar 1 en 2. Moet je laten zien. Dus dat is mijn testlift. Zie je? Hij werkt. Behalve de leveling is een beetje slecht geworden van hem. Soms zet hij vast. Die lift staat vast. Omdat ik heb de paal geplaatst, dan zie je dat niet, de paal. De paal is ervoor op de lift om goed te blijven, hè? Toch? Zie je dat? Als je die paal niet statisch, dan gaat die weg. Maar dat wil ik dus niet, dus dan heb ik dit gemaakt. Hij staat nu vast bij de second floor. Epic fail. Epic fail. Maar je snapt de paal niet. Maar papa, had je die paal gezien van die lift, hè? Weet je, welke lift vond je heel hoog? De ene die je gemaakt hebt. Welke? Waar gaat je naartoe? Die hun komt de lift. Dat je ook op die paal gaat staan. Dat je zo naar boven gaat. Ja. Dat is ook leuk. Ik denk, hoe kan dat nou? Je kan op die andere paal proberen, maar dat lukt me niet. Ja, die twee palen brengen hem zelf naar boven. Je kan gewoon op die andere paal, hè. Maar je... Ik weet niet hoe dat erop moet komen, hè. Maar papa, wat vond je nog veel meer leuk? Wat zag je allemaal? Met die speciale lift, hè. Met die, Wat zag je nog meer? Had je gebouwen gezien? Ja, gebouwen. Waar raar ging hij dan allemaal naartoe? Welke verdieping ging je naartoe? Nou, 3 of 4. Welke? Ja, je had een hele mooie lift gemaakt. Waar gaat hij allemaal naartoe? Hè? Waar gaat hij naartoe dan? Hè? Naar
helemaal boven, hè? Hoe ver is dat? Nou, heel hoog. Welke verdieping? Maar heel hoog, dat weet ik wel. 15. Dat zou kunnen. Ik weet het nog. Ik wist al, dat is 15 verdiepings. Ja. Maar hij gaat naar 1 tot 15, maar hij gaat niet tot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 14, gaat niet stoppen. Kijk deze, ik ben er. Okay. Bedoelt hij met die paal, hè? Ja. Oh, hè. Die lift waren heel mooi, hè? Toch? Maar die zo geluid? Alarm. Waar gaat ie, papa? Oh, ik was net te laat. Iets was te laat. Iemand houdt me tegen. Dat is pech hebben. Dat is echt pech hebben. Het werkt wel, maar ik heb pech gehad. Omdat iemand me vasthoudt. In zo'n wiebelweg. Ik wil het beeld zo houden, maar dat werkt hij niet. Kijk, daar gaat hij weer mee afduwen. Dat komt dat ik ook zo kom daar in te zien. Hij werkt toch. Papa, kan je naar deze lift naar beneden gaat? Ik vind wel lekker hoor. Alweer? Dat wou ik niet. Maar dat wou ik niet, drukken. Ik wou de deur dicht drukken. Maar hij is heel kapot. Druk op de knop. Op de rode knop. Ik druk op die knop. Eindelijk gaat hij dicht. Gaat hij naar beneden. Ik moet die lift naar beneden zetten. Bedoel je deze lift? Enfin, bedoel je deze? Ja, die bedoel ik, ja. Die bedoel ik. Hoe vond je deze motor? Dat was deze motors, hè? Ja. Dat was een mooi geluidje. Die bedoel ik. Die motors maken heel veel herrie, hè? Ja. En die staan nog op 10, hè? 10, volume 10. Oké, maar waar gaat... Dat is een Otis. Ja. Oké, daar gaat hij. Kijk, hij heeft 5 tot 15. Kijk, 15. Die is wel heel mooi gemaakt. Oké, daar gaat hij dan, hè? Die is super snel, hè? Ja. Daar gaat hij. Verdieping. Staat dat niet op 5? Ik breng hem nu naar beneden. Naar beneden. Laat me neem deze nu naar beneden. Ja. Zie de... Hey, kijk, papa, zie de paal. Papa, kijk, snel als je weggaat. Ja. Nou, je bent te laat. Nu heb je niet meer gezien. Nee, dan was het te laat. Zie je nu? Hier, dit is een andere lift. Deze heb ik modernized. Dit heb je niet gezien, dit stukje. Kijk hier, dit. Die heeft ook een paal. Okay. En dit zijn wat slomere liften. Die gaat naar 2. En dat zijn geen epic liften. Ja, wel, is precies hetzelfde als die andere motor. Oh, heel sloom. En dan is je bij 2. Ben je nog met... En kijk, papa, hier kan je boven zien hoe de lift eruit ziet. Heel ver. Kijk hoe hoog dit is. Kijk heel hoog. Kijk, kom maar. En dan gaan we met deze lift heel eentje naar beneden en dan gaan we de andere tot 1. We moeten wel de lift kalmen beneden, hè? Op welke lift denk je dat het aankomt als ik die knop daar ga drukken? Ik denk de links. Die. Klopt, hè? Witte wit. Hij gaat nu naar boven.
Ik weet niet welke. Over 300 meter. Links afslaan naar N118 Moleinde. Zo benieuwd. Ja, ja. Is toch deze. Links afslaan naar N118 Moleinde. Nu gaan we naar 1. Oh, hoe dan beneden geluid. Dat was deze lift. En was deze motor, waar we wel in gezeten. Stopbochtje. Nu gaan we met deze lift. Dit is wat zachter geluid. Dit is een Sindler. Gaat hier naar boven. Epic motor. Ik ga nu naar beneden. En dat is eigenlijk uit 2019 en dat is nu. File. 7 juni. Lift werkt gewoon. Dat heb ik zelf gemaakt. En succes, doei! En welkom en dankjewel voor deze video. En ik zie je later.